Ik bedoel, ik spreek Lilian Marijnis ook wel eens natuurlijk. Dit gesprek hebben wij dan ook. Maar dan zit ik me altijd af te vragen. Wat willen jullie nu toch gaan doen om het wel weer aansprekend te maken, het SP-verhaal? Nou, volgens mij is wat wij nodig hebben is de mogelijkheid om mensen te mobiliseren tegen bepaalde dingen. Kijk, ja. Dat begint langzaam weer een beetje op gang te komen. Ik liep gisteren of zo even de kamer uit om... Ik liep even naar de supermarkt, dat was het. Ja? En, ja. Je moest iets eten, kaas of zo? Of? Bier, blikjes bier. Sigaretten, ja. Okay, yeah. Sorry. Nee, en daar kwam ik die mensen uit de Tweebosbuurt, weet je wel? Die wijk in Rotterdam die nou tegen de vlakte gegooid wordt. Die waren daar een actie aan het voeren samen met een paar van onze mensen. Toen dacht ik wel van, ja, weet je, dit is wel een beetje de kern van onze manier van politiek voeren. Gewoon samen met mensen en hun verhalen naar Den Haag trekken. En dat was de afgelopen jaren ook gewoon lastiger. Ja, en als het jou dan lukt bijvoorbeeld dat het risico in de zorg bevroren wordt, dat is dan jouw actie, zeg maar. Dan is het even dat gevoel dat je het ergens voor doet, zeg maar. Dat is de bevrediging die je dan voelt. Ja, dat was inderdaad gisteren bij het coronadebat, waarbij de hele Kamer eigenlijk op ons initiatief zegt van, nou, weet je, in ieder geval gaat volgend jaar het eigen risico niet omhoog. Ja. Nou, dat is een kleine, maar wel een relevante overwinning, want dat scheelt gewoon een hele hoop mensen, zeker chronisch zieken of zo, weer 15 euro. Ja. Maar ja, dat is mooi meegenomen. Maar waarom doet het einde? Waarom doet het Forum dan eigenlijk niet mee? Is het de enige partij die niet meedeed? Dat is het. Nou, Baudet was na zijn vlammende betoog over 5G en de corona-app en vaccinaties en kinderen weg. Weg? Ja, die heb ik niet meer gezien. Oh, hij zegt altijd dat hij heel veel uren maakt, toch? Ja, ik weet ook niet of hij naar huis was, maar hij was in ieder geval niet bij mij in debat. Oké, okay, dus dat voor was. En ik was zelf een beetje. Nou ja, ik was zelf een beetje vergeten. Ik ging rondlopen met die motie van wie het wil ondertekenen. Dus ik liep bij Van Haga langs, die zette zijn handtekening. En die gaf hem door aan iemand anders, Olaf Efraim. En ik was gewoon oprecht vergeten dat hij niet meer bij Forum zat, maar ondertussen met Van Haga mee was. Dus er staan twee namen van de groep Van Haga onder de motie. Omdat ik niet meer zo goed wist wie er nou bij welke rechtspartij hoorde. Dat is ook niet bij te houden, toch? Nee, zo'n flowchart van wie er afscheidt en wie er bij elkaar komt. Maar als kiezer, Suzanne, raak je niet een beetje afgeknapt op de hele politiek als je ziet hoe dit nou ook weer verloopt? Nou, niet de idealistische partij. Ja, god. Ik snap ook zo'n Kaag wel die zegt, maar ik ga wel meeschrijven aan dat begrotingsding met op aanzet tot de regering. Ja. Dat vage, dat is niks, maar we doen het toch. Want anders komt er die hele sociale agenda niet mee. En we moeten wel blijven bepalen. En niet denken van, we laten het hierbij zitten. Ja, en nieuwe verkiezingen, zou je daarvoor zijn? Na al het gedonde van de afgelopen maanden? Ja, als kijk, het op Nederland een gegeven moment echt helemaal helemaal dicht zit en helemaal, dan is dat misschien wel een optie. Maar is het een optie, Thomas van Groningen? Nee, uiteindelijk, als echt alles mislukt en je hebt alle opties geprobeerd, ja, dan ga je een keer naar de Tweede Kamer en dan zeggen we, het lukt niet. En dan kan de Tweede Kamer ervoor kiezen om te zeggen, er komen nieuwe verkiezingen. Maar voordat je zover bent, zal de Kamer willen, gok ik, dat je alle opties hebt geprobeerd. Dus dan moet je eerst kijken, lukt het met de ChristenUnie? Lukt het toch met die twee linkse partijen? Lukt het met... SP gaat niet een optie worden. Dan wordt echt de vraag om echt alles uit te proberen voordat je kiest voor nieuwe verkiezingen. En daar speelt ook mee, en dat is wel een thema wat je achter het scherm al hoort. We gaan al binnenkort in de stembus. Ja, in maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En daar hoor je nog niet zoveel over. Maar langzaam begint daar ook de campagne voor. En die wil je niet gelijktijdig hebben. Want dat zou funest zijn bijvoorbeeld voor lokale partijen. Als je een Tweede Kamerverkiezing en een gemeenteraadsverkiezing... Je zit mee te knikken, Peter. In de buurt hebt. Ja, nee, maar kijk... Ik wil heel graag nieuwe verkiezingen. Want ik was niet zo tevreden met de uitslag van de vorige. Maar, nou, dat is geen reden. Nee, nou precies dat. Weet je, het is ook wel een beetje een brevet van onvermogen vanuit Den Haag. Als je uiteindelijk teruggaat naar de kiezer zelf. Ja jongens, jullie hebben toch verkeerd gestemd. We komen er echt niet uit met deze uitslag. Dat is wel ons werk om uiteindelijk iets te doen waar mensen wat aan hebben. In plaats van tegen mensen te zeggen, jullie moeten je werk beter doen. Ja, dat is waar. Dan even de fusie waar we het zojuist over hadden. Wat vind je ervan? Tussen PvdA en GroenLinks. Nee, nu hebben we het over Talpa en RTL. Ja, sorry, maar ik had hem in mijn intro. Ik denk, ik kon het niet laten. Ja, ja, weet je, ik maak me wel lange zorgen al over dat steeds meer mediapartijen in één of twee handen terechtkomen. Je ziet er ontstaat een soort megareus waar eigenlijk alle commerciële televisiepartijen onder vallen. Ja. Je ziet aan de andere kant dat bij de geschreven media ongeveer elk tijdschrift richting Saloma gaat en elke krant richting de persgroep. Ik denk dat dat slecht is. Ik denk dat dat slecht is voor de positie van journalisten. Die kunnen namelijk lastiger onderhandelen met hun werkgever. Dus jullie hebben hier ook een eigen belang om die clustering van de macht tegen te gaan. Ik denk ook dat het slecht is voor de nieuwsconsument, zeg maar. Als alle titels in handen zijn van één of twee mensen. Ja.
Maar het klinkt logisch wat je zegt. Ik zag jou meeknikken. Ja, nee, dat is bijna totalitair wordt het dan. Ik moet het niet in verkeerde handen vallen. Nee, ik ben heel erg voor dat moet worden voorkomen en verboden. Onafhankelijkheid en de diversiteit in medialandschap gewaarborgd blijft. Want ja, dat is wat we willen. Maar er gaan een aantal mensen naar kijken. Een aantal commissies gaan er naar kijken. Wat is jouw verwachting daarvan? Gaat dit afgekeurd worden? Of? Nee, ik denk dat het goedgekeurd gaat worden. Dat is het hele punt. We hebben ook bij de print gezien dat zelfs toen DPG, de persgroep, nog meer deals over ging nemen, de mededingingsautoriteit uiteindelijk zei van, ja, maar ja, je moet het hele medialandschap bekijken en het internet is ook heel groot en daar hebben ze ook niks. Hmm. Dus dit mag wel. Ik denk dat onze mededingingsregels gewoon niet voldoen. Maar ze zullen wel stellen, een aantal zenders zullen moeten verdwijnen, neem ik aan, toch? Het aantal zenders zal een beetje teruggebracht moeten worden. Maar dat willen ze waarschijnlijk zelf ook niet, twee partijen. Ja, ik wou net dat zeggen, moet je met zoveel zenders. Ik geloof niet dat dat echt het grootste probleem gaat zijn voor die nieuwe fusiepartijen. Ik bedoel, die zullen ook niet acht zenders naast elkaar in de lucht willen houden, denk ik. Dus misschien wordt dat een eis, ik weet het niet. Ik vind het vooral zorgelijk vanuit het idee van nieuwsvoorziening, dat die in zo weinig handen terechtkomt. Er zijn maar weinig kleuren meer over. Het zou wel kunnen zijn, Fons Wessel ook hoorde ik van de week, die zei misschien is er daardoor wel weer ruimte voor een nieuwe kleine commerciële partij die dan weer daar de markt in kan gaan. Ja, denk je dat of geloof je dat niet meer? Was die ruimte er de afgelopen jaren niet? Ik denk dat het best had gekund. Maar het is wel lastig om ertussen te komen. En ik denk dat het nog lastiger wordt als je tegen één zo'n gigant moet gaan opboksen. Ja. Komen de Kamervragen? Ja, zeker. Uiteraard. Het setje ligt klaar. Dus ik denk dat ik na de uitzending thuis nog even afmaken. Hier en daar nog wat aanpassen. En dan gaan we de minister vragen om er eindelijk eens wat aan te doen. Vraag je dan ook even naar hoe het dan moet met de arbeidspositie van sterren als Wilfred Genee? Ik zal echt geen zorgen over te maken. Thomas, echt niet. Thomas, ik waardeer je bezorgdheid. En ik denk, dat is misschien goed om daar de visie van de minister op te vragen. Ja. Kan altijd nog een aantal jaren doorgaan hier natuurlijk. Maar het wordt dan met poten gezaagd. Nee, maar goed, ik ben heel benieuwd. Maar ja, ik denk dat je gelijk krijgt dat het gewoon wel toegestaan gaat worden. En dan ben ik heel benieuwd. En vind je nou dat John de Mol verloren heeft of niet? Want die wilde natuurlijk die zender groot maken. Want sommige mensen zeggen, hij komt er met een hele slimme deal uit. Wat denk jij? Ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat ook als er dingen mislukken, John de Mol er op een of andere manier nooit als verliezer uitkomt. Ja, ik bedoel, weet je, het ene project slaagt misschien wat beter dan het andere. Maar uiteindelijk, hij wordt hier niet slechter van, toch? Nee, hij wordt de hoofdproducent volgens mij. Dus, bedoel maar. Ja. Wat zijn jouw ambities eigenlijk verder, Thomas? Ik vind politieke vlaggeving heel leuk. Dat zou ik om leven kunnen doen, ja. Echt waar? Ja, serieus, ja. Oké, alleen maar hier. Ik vond het net dat half uurtje net ook wel leuk, hoor. Daar gaat het niet om. Ja? Maar alleen hier, of zou je het ook wel ergens anders willen doen? Gewoon meer? Nee? Ja, iedereen mag bellen. Ze kunnen jou bellen? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oké. Nou, moet je niet zeggen, hè? Dat vindt de baas niet leuk als ik het zeg, natuurlijk. Nee, ik zeg het toch? Jij zegt het toch niet? Waar. Nee, dat nee is waar. Daarom. Nou, dankjewel, heren. En succes. Ik ben heel benieuwd naar die vragen. Alleen wat je zelf al aangeeft, heeft het zin? Dat is de grote vraag. Dat weten we pas als we het antwoord lezen. Eigenlijk is dat het hele thema van dit interview geweest. Heeft het überhaupt zin om in de politiek actief te zijn? Ik denk dat het zin heeft, ja. En ik zou iedereen die denkt dat het geen zin heeft, juist uitdagen om het wel te gaan doen. Omdat er mag wel iets meer geschopt worden hier en daar. En daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Nou, volgend jaar ben ik je man. Kijk, wees welkom. Tot zover.